Een medewerker van R. Kelly heeft maandag in de rechtbank bekend dat hij vorig jaar de auto van een vermeend slachtoffer van de zanger in de brand heeft gestoken. Michael Williams probeerde daarmee Cheryl Clary te intimideren zodat ze zou zwijgen over haar ervaringen als een van de vriendinnen van Robert Kelly. Tekst gaat verder onder advertentie. De zanger werd in de documentaire reeks Surviving R. Kelly uit 2019 door een flink aantal exen beschuldigd van seksueel en psychologisch misbruik. Clary en een andere jonge vrouw, Jocelyn Savage, waren ten tijde van de uitzendingen de enigen die wel nog bij de muzikant waren gebleven. Clary was 17 toen ze bij de toen 48-jarige Kelly introk. Nadat ze begin 2020 eindelijk inging op de smeekbedes van haar familie om hem te verlaten, maakte ze bekend dat de zanger al die tijd had bepaald wat ze droeg, wie ze sprak, en wanneer en hoe ze seks met hem had. Strafvermindering. De handlanger van Kelly bekende de brandstichting in ruil voor strafvermindering, meldt de New York Post. Al onderdeel van de deal kwam de aanklacht tegen hem voor het beïnvloeden van een getuige te vervallen. Voor de brandstichting krijgt Williams een celstraf tussen de 60 en 71 maanden. Kelly zit vast in Chicago in afwachting van verschillende strafprocessen tegen hem, allemaal wegens seksuele en psychologische mishandeling. Het om in de zaak, die in augustus in New York van start gaat, vroeg de rechter eerder om anonimiteit voor de juryleden in de zaak. Juist omdat Kelly een verleden heeft met pogingen beschuldigers, juryleden en andere betrokkenen bij zijn rechtszaken de mond te snoeren. Het verzoek van de aanklagers werd toegewezen. Buzzelets blok ADS.